En hij heeft altijd zo'n tasje waar World Economic Forum op staat bij zich. En daar klopte hij op. Van, zie je nou, nou daar zullen de gekjes alweer lekker over gaan praten met elkaar. Weet je, dat heel reële vragen. Van, goh, nou. Als die pipeline nou opgeblazen is door Amerika, is dat dan een vijandige mogendheid daarmee? Want wij bezitten een deel van die pipeline. En dat zijn heel reële vragen. Die moet je gewoon kunnen stellen. Toch het idee dat je door indoctrinatie en door censuur en een bevolking uiteindelijk eronder kan houden, dat is een illusie. Dus dat lukt enige tijd, maar uiteindelijk barst het los. De verantwoording van Alexander Pechtold en de Jonge wordt ook voortdurend benadrukt van het is een uniek gebouw, het is allemaal anders, ze zijn dus allemaal tegenslagen. Kijk, strikt organisatiewetenschappelijk of noem het bedrijfskundig, is dat gewoon een kul uitspraak. Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is tijd voor het nieuws van de week van zondag 21 april. En aan tafel zitten, andersom dan anders, Jelle van Baardewijk en Ad Verbrugge. Heren, fijn dat we er weer zitten. We nemen op vrijdag op en op zondag zenden we uit. Ja. Er zat weer eens een uitbrekende oorlog tussen. We hadden 7 oktober natuurlijk al, maar afgelopen zaterdag heb ik in ieder geval niet heel goed geslapen toen al die drones onderweg waren. En toen hadden wij zondag gewoon leuk een uitzending waar dat natuurlijk niet voor kwam. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Dat is het. Gelukkig reflecteren wij op het nieuws. Naar aanleiding van het nieuws op de tijd. Dus is het niet erg als we een keer een weekje later zijn. Maar het was toch, dit was toch wel even een groot iets wat we gemist hadden. Vanmorgen vroeg zijn, dat hebben we nog net meegekregen, ook weer raketten naar Iran gestuurd. Ja, of drones. Ja, het is nog niet helemaal, duidelijk. Dus we gaan straks. We gaan het hier uitgebreid daarover hebben. Maar we beginnen als altijd even met een rondje lief en leef. Jelle, jij twitterde iets over dat je bij Frans Hals was geweest. En ik ga daar zondag naartoe, dus ik ben heel benieuwd. Ja, klopt. Ik was in het Rijksmuseum. Ik zal het kort houden. Er was een tentoonstelling over Frans Hals. En die werken van Frans Hals, die hangen eigenlijk volgens mij, ik denk dat 80% in Nederland altijd al hangt. Maar als het zo bij elkaar hangt, dan zie je zo'n oeuvre. En dat is toch gewoon geweldig. Dus het was echt genieten om daar te kunnen rondlopen. Aantal klassieke stukken. Dirk zal er ook wat laten zien. Ik zal er heel kort wat aanwijzingen bij geven. Ik heb er intens van genoten. Het publiek was heel oud, dus ten onrechte. Het is ook leuk om heen te gaan als je wat jonger bent. Wanneer was je er? Woensdag. Okay. Het gekke is natuurlijk aan Hals dat het is niet een van de allergrootste, maar dat is meer Vermeer en Rembrandt. Dus misschien dat hij daarom ook niet zo heel populair is. Maar je zal ook maar in een tijd geboren zijn als schilder. Dat er zoveel andere goede schilders zijn. Maar ik was er toch wel van onder indruk. Een van de dingen die je wel ziet is dat hij eerder een praktijk was dan een individu. Hè? Dus veel van zijn leerlingen schilderden ook mee. Of mensen die werk van hem afmaakten. Dus hij is oud geworden, 80 of zo. Maar de opvatting van wie Frans Hals is, moeten we ook wel hybridiseren, denk ik. Dus ik weet niet of hij ze nou allemaal zelf heeft gemaakt. Hij zal ongetwijfeld met mensen hebben gewerkt die goed waren in handen of kleding. Ja, Dirk, kun je wat laten zien? Nou, hij had gewoon leerlingen ook, toch? Die hij, natuurlijk. Dat ging trouwens bij Rembrandt ook zo. Hè? Ja. Dus hij is al. Wat opvalt als je door die tentoonstelling loopt, is een soort impressionisme dat zich aankondigt. Dat is een losse toets. En dat is wel heel mooi. Dus als je als schilder al in vlekjes durft te schilderen. En het perfectionisme loslaat. En tegelijkertijd op het moment dat het erom gaat, bijvoorbeeld een gezicht. En dan precies zo'n gezicht ietsje scheef en een bepaalde blik. Dat heeft hij dan helemaal bijna perfect. Maar je ziet dan verder in de kleding. En in de pose voor op het landschapje. Zie je dat hij echt zich er gewoon snel vanaf maakt. Maar op een manier dat het klopt. Het is wel zo dat Rembrandt dat bijvoorbeeld met het portret van Jan Six ook doet. Hè? Dus het is niet de enige die dat doet. Maar ja, het is wel heel erg geslaagd hoor. Alsof soms gewoon een figuur, een jongen of zo, opeens zo voor de schilder opstaat. Zo, en dat hij hem snel schildert. Zo, dat gevoel van dat iemand beweegt. Dus dat zijn zo wat dingen die mij opvielen. Mm-hmm. Gaat het lukken, Dirk, om bijvoorbeeld de Magere Compagnie even te laten zien? Ja, hier zien we dus een schutterstuk van onder andere Frans Hals. Schutters, dat waren burgerwachten in de 17e eeuw, bewapend om de stad te verdedigen, om orde te handhaven. En je ziet hier meteen de meest linker figuur, die heeft al die typisch 17e eeuwse uitstraling, een soort vrolijkheid. Alsof die ons verwelkomt.
En dan bij die figuren daarnaast dan ontstaat er al meer complexiteit. Bijvoorbeeld die vijfde man die met het wapen over zijn rechterschouder en die sjerp zo aan die linkerhand. Een beetje een moeizame blik. Daar zie je ook echt in de kwaliteit van het schilderwerk zelf dat het sneller en losser is. Terwijl die man bijvoorbeeld in het midden, ik denk even zien dat is nummer 8, dat moet nummer 8 zijn. Die staat alweer meer parmantig en ook meer gearceerd geschilderd. Van een andere kwaliteit, ook heel goed hoor, maar daarin zie je dus al verschil. Ja, schutterstuk. Ja, nou mooi. En een groet aan Ivo bij deze. Ja, dan we zitten nog in Lieverlee, dus ik ga toch een beetje snel even door. Adje, jij had je ook in de kunst verdiept. Nou, nee, dat is een heel wat ander genre. Ik vind het mooi hoe jij het erover vertelt. Ik moet meteen denken ook aan de prachtige beschrijvingen die Spengler geeft over de schilderkunst in de 17e eeuw. Hele stukken ook over Van Dijk en ook over Rembrandt, van Hals iets minder overigens. Maar dus die beweging heeft ook echt te maken met natuurlijk de keuze om zo'n personage in de ruimte dynamisch te krijgen. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld een fresco, hè, waar de ruimte eigenlijk vooral door denk aan een Grieks fresco bijvoorbeeld, dan zie je eigenlijk niet die ruimtelijkheid. En dat is mooi aan het beeld dat Jelle geeft. En dan zie je echt personen in de ruimte. Bij de Nachtwacht is dat nog veel sterker. Maar Spengler spreekt zelfs ook wel ten aanzien van die Hollandse meesters. Maar zeker ook bij Rembrandt, als de eerste impressionist. Dus dan zie je, het is een keuze ook om zo te schilderen. Want impressionisme is natuurlijk ook het vastleggen van de sfeer. Van, van hoe de ruimte werkt in plaats van het isoleren van het selfie, precies, zeg maar. En wat je met selfies doet ook, is je gaat helemaal op die camera. Je gaat helemaal leuk doen voor de camera. En dat is, dat doen we hier in dit gesprek ook niet. Ik ben op jullie gericht. Ik zit niet naar de camera te kijken. Maar als je dat een keer doet, dan merk je dat het best wel leuk is om naar te kijken. Ja. Maar het gaat toch om die afwisseling. Rembrandt doet dat ook heel goed. Bijvoorbeeld dat er ook op zijn schutterstukken. Ik ben dan bijzonder fan van schutterstukken. Dat is gewoon omdat je er lang naar kan kijken. En dat het ook gezelschappen zijn. Hè? Waar toch karakters zich in tonen bij goede schutterstukken. En veel van die karakters die kijken dan ook de verkeerde kant op. Die kijken niet in de camera, die kijken ook niet naar de schilder. Maar die kijken ook niet zoals het hoort bij een schutterstuk. Zeg maar als chique heren die zoals hoogleraar geportretteerd worden met een boek en zo'n vanitas erbij. Symbool bijvoorbeeld een schedel of een pen of zo. Nee, het is juist een soort van ongemakkelijk van die zit de verkeerde kant op te kijken, weet je wel. En dat is dan toch als schilder, ja, dan heeft hij dus maanden aan gewerkt. Dat is ook prachtig, maar dat is ook die beweging. Dus dat het is niet alleen het impressionisme, maar het is ook een beetje het op de hak nemen van degene die geschilderd wordt. Op zo'n manier dat het net in de twinkeling van de ogen ligt, dat de kijker zelf, degene die portretteerd is in de schutterij of in het schutterstuk, later zelf wel denkt, nou oké, daar kan ik wel mee leven, weet je wel. Dat is dus die dubbelheid. Nou, dat doet Van Dijk trouwens ook geweldig, vind ik. Dat je iemand ziet, die wordt afgebeeld en je ziet ondertussen eigenlijk de twijfel over het uniform dat hij aan heeft, weet je wel. Nou ja, goed. Ja. Maar ik ben naar een heel ander schuttersstuk geweest. Ja. En dat was eigenlijk voor mij meer ook als een cultureel fenomeen. Ik ben met mijn jongste dochter gisteren ben ik naar Civil War geweest. En ik moet zeggen, ik, dus de reden om er naartoe te gaan, zeg van waarom komt zo'n film op dit moment uit? Daar hebben we het vorige jaar ook al over gehad. Een grote Hollywood film, ja. Die gaat over een Civil War, is een burgeroorlog. Ja, in Amerika. In Amerika. Ik denk dat we hier een keer een uitzending aan moeten wijden. Was dat interessant genoeg? Ik zou hem zeker wel kijken. Ik vond het geen topfilm, om allerlei redenen niet, maar daar kunnen we dan daar ook nog wel over hebben. Maar ik raakte toch wel gegrepen met een paar scènes, die blijven me echt wel bij. Dat je natuurlijk ook ergens wel weet dat burgeroorlog echt gruwelijk is. Dat is omdat daar mensen die eigenlijk gewoonlijk met elkaar samengeleefd hebben, plotseling in verschillende kampen terechtkomen. En dat zie je dus hier ook gebeuren. Ja. En de reductie van iemand tot een kamp. En dat is of zelfs tot een provincie of een staat in dit geval. Maar laat ik niet te veel verklappen ook, want dat is nog maar net uit. Maar ik denk dat het goed is om een keer te bespreken.
En wat ik niet zozeer had verwacht, is ik had meer gehoopt op, laten we zeggen, iets meer de toedracht. Waardoor is deze burgeroorlog nou ontstaan? Nou, daar wordt eigenlijk vrij weinig over gezegd. Eigenlijk niets. Er wordt een beetje een soort zinspeling op Donald Trump gemaakt in mijn ogen. Maar je ziet dat Amerika op dat moment in verschillende staten uiteengevallen is. Die sommigen ook weer een eigen verbond sluiten, dus allianties. Mm. Ja, die zijn met elkaar in oorlog. En je volgt eigenlijk een fotograaf. Kirsten Dunst, dat is een goede actrice, zet hem ook goed neer. Mm-hmm. Zij is de vrouwelijke hoofdrolspeelster. Zij is ook een oorlogsfotograaf en journalist, maar echt in de fotografie. En dat is dat vind ik ook een heel interessant thema. Überhaupt, wat is de rol van media? Dus zij zegt van, ik heb altijd mijn werk gedaan, juist om het thuisfront te laten weten hoe het er aan toe gaat, elders in de wereld. En om te voorkomen dat wij daar ook in terecht zouden komen. En dat is natuurlijk ook de desillusie van het medium. Want het is niet zozeer opvoedkundig, het wordt onderdeel eigenlijk ook van een, ja, misschien eigen perversiteit ook. De permanente toeschouwer zijn. Terwijl de gruweldaden plaatsvinden. En waarom eigenlijk? Hè? En wat is eigenlijk de betekenis van die verslaglegging? En dat thema komt wat mij betreft ook wel op. En ook hoezeer je in spannende situaties uiteindelijk zelfs je meest naaste gewoon achterlaat. En doorgaat om maar die goede foto te schieten. En ook hoe dat mensen verscheurt, hoe ze verharden en bot worden. Dat zie je ook wel. Maar dat had allemaal nog wel beter en dieper gekund. Maar bij elkaar wel een film die te denken geeft. En ook dat die op dit moment in dit tijdsgevricht wordt uitgebracht. En dat maakte dat ik eigenlijk op voorhand al heel geïnteresseerd was. Hoe komt het dat een volk op zo'n moment eigenlijk dit echt in het hele laat spelen ook. Kun je dan bijna zeggen dat die film al niet eens meer over de aanleiding begint? Zoals bijvoorbeeld het boek van Leon de Winter, van Europa. Ja. Waar hij echt probeert van, hoe zou het nou kunnen dat... Ja, nee, daar gaat het helemaal niet over. Dit wordt gewoon als een gegeven neergezet. Dus we zitten er al in. Ja, dus dat is een... teken op zich. Ja, dat is precies. Op zichzelf al wonderlijk. We gaan kijken. Laten we een uitzending doen. Fijn dat jullie meekijken. Ja. En als ik gebruik mag maken van de gelegenheid. Fijn dat jullie lid worden van Petje Af. Ja, dat zeker. Betekent dat je voor 5 of 10 euro per maand ons kan steunen. Dit mede mogelijk maakt. En we hebben dat nodig. Gewoon voor de technische concrete dingen. En dank voor de mensen die al lid zijn. Ik denk dat we best ook als ambitie kunnen hebben dat we de komende paar weken dit opnemen. Dan kunnen jullie meekijken. Ja, lijkt me leuk. En over Petje Af leden gesproken, patronen zoals ze genoemd worden. Ja. Ik heb ook wel een lief en leedje, want ik was namelijk bij de première van de film van Maurice de Hond. En daar was jij ook, Adme. We hebben elkaar helemaal niet gezien. Was het zo gigantisch, jongens? Nou, het was wel boven en een beneden. En het was, ik kwam wat later door verkeershinder. Dus ik heb wel de hele documentaire fijn kunnen zien. Dus ook het voorgesprek, maar ik was 10 minuten later. Ja. En, maar kijk, dus daardoor ook hier. Daardoor, alles was gevuld. Dus ik zat op het balkon. Ja. Ik heb een mooi overzicht, een mooie foto van ook gemaakt. Dus, en natuurlijk even met Maurice gesproken. Het was een hele bijzondere bijeenkomst, vond ik. Ook veel patronen gesproken. Dus was kennelijk iets zichtbaarder voor in de zaal. Maar heel veel mensen die jullie ook, ik dacht ik doe gewoon op camera, die jullie de hartelijke groeten doen en bedanken. Ja, hartelijk dank. Dat is net als met het evenement op 28 juni. Bestel uw kaarten vast. Als we toch even reclame aan het maken In Utrecht, hè? In Utrecht. Deze keer weer in Utrecht. Ja, wordt leuk. Maar dan dat is wel een warm bad, hoor. En ook interessant. Ik sprak een man die bijvoorbeeld op de grens van Polen en Oekraïne woont. En die af en toe dan in Nederland is. Ja. Ja, dus het is ook vaak gewoon heel interessant om mensen te spreken. Maar mensen zijn ook gewoon blij. En dat heeft ook iets te maken. En dan kom ik bij de inhoud van de film natuurlijk. Want die film gaat over hoe eigenlijk Maurice wordt gewoon gevolgd. Dat hebben we vorige week al even verteld. En het gaat vooral over hoe er dan met zo'n
zo'n afwijkend geluid in de media eigenlijk wordt omgegaan. En als ik dan deze week zie, als er een twittertje, iemand had een twittertje over, over die film geplaatst. En daar Marion Koopmans, die reageert daar dan toch gewoon op. Ja, maar dat rapport dat zogenaamd onderdrukt is, staat er gewoon hier online. Die hebben het gewoon nog steeds op geen enkele manier door dat er wel degelijk een bepaalde uitsluiting en een soort groupthink ontstaat. Ja, toch wel stuitend. Daarom is het ook een heel actuele film, denk ik. Absoluut, ja. Nee, het is goed dat er aandacht voor wordt gevraagd. En die film laat echt toch wel heel mooi ook de tijdlijn zien. En de uitspraken die mensen dan op bepaald moment. En de stelligheid en hoe anderen worden gedisqualificeerd. En ja, je merkt ook dat, wat we het eerder hebben gezegd, hoe die wetenschap helemaal gepolitiseerd raakt. En de politiek dus op een soort van schijnweten teruggrijpt. En op basis daarvan ook echt mensen het zwijgen oplegt. En onder wie Maurice ook natuurlijk. Maar ook hoe de media daar ook weer een onderdeel van zijn. Dus Ton Verlind was aanwezig in de zaal. En die heeft toch echt wel een pleidooi gehouden. Ik heb later begrepen dat hij ook een recensie heeft geschreven. Waarin hij echt een oproep doet om deze documentaire ook uit te zenden bij de NPO. En ik denk dat dat helemaal terecht is. Ook als aanleiding om ook eens, wat dat betreft, ook voor de NPO en de media in den brede, ook over, om over hun eigen rol na te denken. Ja. En dat is wat geldt wat mij betreft, zoals ik tegen Sjoerd de Jong zei van NRC, hè, omdat ze mij destijds hebben aangepakt, althans meende te moeten aanpakken, naar aanleiding van dat interview over wat ik gegeven heb destijds over corona. Mm-hmm. En waar ze het dus zelf gewoon stukken uit hebben gehaald en hebben gedisqualificeerd. En terwijl ik alles kon onderbouwen, weet je, en ook hen dat ook toegestuurd heb. En toen zei ik, ja, net, ik zeg het volgende wat jullie in falen is Oekraïne, want dat is ook geen objectieve verslaglegging. We weten gewoon niet wat daar gebeurt. En ook daar geldt dat daar vele levens van afhankelijk zijn. Je ziet ook iemand als Hubert Smeets bij NRC en dat raam op Rusland. Die hebben gewoon een politieke koers gekozen. Dus die doen niet meer een objectieve verslaglegging. Die vermixen alles met hun normatieve standpunt. Ja, en die houden de gelederen van NRC Handelsblad gewoon gesloten. Ja. Nou, een vraag die bijvoorbeeld in die documentaire gesteld wordt. En dat is eigenlijk een journalistieke vraag. Is van, goh, waarom was er eigenlijk zoveel weerstand om die theorie dat virus airborne was, die aerosolentheorie van Maurice? Waarom was er zoveel weerstand bij politici, bij anderen, bij wetenschappers, om dat als reële optie te nemen en daar onderzoek naar te doen? Of in ieder geval dat toe te laten in het debat. En zo'n vraag, dat is een journalistieke vraag. Waarom? Welke belangen zitten daarachter? Of welke manier van denken zit daarachter? Ja, dat is... En we hebben tegenwoordig allemaal, ja, je moet studenten, je moet ze kritisch leren denken. Nou, wat mij opvalt is dat er dus op allerlei fronten juist nergens meer kritisch wordt nagedacht. Maar wij doen het, hè, jongens? Dus, ga die documentaire kijken en bij de nieuwe wereld doen we het wel. Dus ik ben wel iets optimistischer wat dat betreft. Kijk, als je kijkt hoeveel mensen er nog naar NPO kijken. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Ze hebben net anderhalf jaar verlenging gekregen. Dus we zitten diep in 2027 met de huidige programmering zoals het er nu uitziet. Ja, dat is vorige week erdoor gegaan. Dus het blijft nog even zoals het is. Maar je kan via alternatieve kanalen kan je dat kritische denken wel voeden. En mensen kijken ook. Dus wat die film laat zien is dat je kritisch denken dus niet in je eentje kan doen. Dan moet een klimaat voor staan. Ja, dus het punt is niet dat er geen alternatieven zijn. Want die zijn er wel degelijk ook op YouTube. Maar ook dan zullen we zien, en daar kunnen we het zo nog over hebben, ook dat het daar ook voor een deel wordt lamgelegd en uitgeschakeld. Ja, want dat is ons eerste onderwerp voor vandaag. En voor een deel begrijpelijk dat je natuurlijk ook ten aanzien van YouTube moet kijken van, oh, deugt het wel? Maar ook daar zien we dat de controle echt behoorlijk toeslaat. Ja. Nou. Ja, want daar waren we alle drie wel, dat vonden we wel een interessant onderwerp. Er was een item op Unheard deze week. Hè? Dat is een Engels platform. Een site met allerlei stukken. En ik vond het leuk hoe jij dat Heard uitlegde. Doe nog eens. Dat is het ook. Unheard. Ja. Ja. Unheard. Ja, dus uit de kudde. Ik weet niet of ik dat uitlegde, maar het is niet unheard in de zin van niet gehoord. Ja. Maar dat is natuurlijk de woordspeling. Het zit ergens tussen niet gehoord en uit de kudde stappen. Ja. Hoewel ik dan zeg je dus alweer dat iedereen in een kudde zit. Dat vind ik eigenlijk alweer te beledigend om de dialoog mee te openen. Maar in ieder geval, ze hadden een stuk waarin zij uitlegden. Ja, we hebben het niet zo vaak over onszelf, maar nu wel even. Want wij hebben geprobeerd om reclameinkomsten te krijgen. Ze hebben allerlei manieren, net als wij. Wij proberen aan jezelf te financieren op een onafhankelijke manier. En ze hadden besloten om een reclamebureau in te schakelen. En dat reclamebureau, ja, er kwam niet echt de hoeveelheid reclamegelden die je zou verwachten uit. En toen zijn ze onderzoek gaan doen. En toen bleek dat
Het reclamebureau dan, ja, dat werd eigenlijk alle reclame. Voordat je zeg maar zover komt dat mensen inderdaad op jouw platform gaan adverteren, wordt kennelijk een CGI of een GDI, Global Disinformation Index, wordt geraadpleegd. Ja. En er zijn meer van dat soort indices. Hè, maar in dit geval ging het dan over de GDI. En daar zijn ze eens even ingedoken. En dan blijkt, als ik het even heel kort samenvat, dat gewoon, die doen gewoon onderzoek naar verschillende landen, welke platforms wel en niet brand safe zijn. Dus waar je als merk niet je vingers aan brandt. En dan word je gewoon op een index geplaatst. En als je op die index staat, dan nou, ben je niet veilig. En dat gaat dan, in dit geval ging het over de LGBTQ ABC letterbak. Daar hadden zij, ze hadden iemand die, ja, een feministe die... die over biologie begon. Ja, je het biologische onderscheid tussen man en vrouw als relevant zag. Ja, en dat was eigenlijk dus dat er wel degelijk dat het relevant was dat je biologisch onderscheid had. Ja. Dat was haar claim. En dat werd in een stuk werd dat geopperd. Zouden en, wij ook niet meteen willen betwisten, denk ik. Nou, zeggen als je dat dus hardop zegt, dan ben je dus kennelijk als we gaan erin, als die index een onderzoek gaat doen, ben je niet meer eligible voor reclame. Dan ben je niet meer geschikt om reclame op te vertonen. En het interessante was, als je dan kijkt welke mensen daarachter zitten en welke financiers daarachter zitten, dan zie je dus mensen die inderdaad via George Soros-achtige stichtingen en bij de inlichtingendiensten gewerkt hebben. Wow. Die zetten zoiets dan op. En dat wordt dan gefinancierd door het Auswärtige Amt in Duitsland, door de Europese Unie. En die indexen die geven eigenlijk weer adverteerders weer aan van oh, dit is niet groen, dit is geel, hè, of rood. Hè. Dan krijg je dus klassificaties. Ja. En die adverteerders die gebruiken dat weer. Zeggen we, nou, we willen niet op de een of andere manier in het verkeerde vaarwater. En want aanvankelijk was dat reclamebureau ook verrast. Ja. Even, we begrepen ook niet goed waarom die inkomsten zo tegenvielen. Maar dat hing inderdaad samen met het feit dat mensen dus... Ja, dat legde ik onduidelijk uit. Maar dat reclamebureau gebruikt een soort platform, precies, waarmee je dan een soort marktplaats tussen adverteerders en platformen. En daarin zit dus even die tussenstap, in dit geval van die GDI. Maar er zijn er meer. En daar blijkt dus dat, ja, hoe... Nou, nee, ik laat je duiding aan jullie over. Maar hoe die NGO's en hoe geldstromen vanuit subsidies en dergelijke... Oh, ja. Dan toch op die manier dat publieke debat al beïnvloeden op een heel onzichtbare manier eigenlijk. Nou, er waren verschillende dingen die mij eraan opvielen. Hmm. Een klein ding inderdaad, die NGO's die geen NGO's blijken te zijn. Dus door de overheid, dan kom je weer op eigenlijk de thematiek van de gezagscrisis. Want dat er allerlei instituten zijn die taken van de overheid uitvoeren, maar die geen verantwoording meer afleggen aan de minister. Ja, voor zelfstandig staan. Dus, voor zelfstandige overheidsinstituties die indices formuleren. Mm-hmm. Dus wat nou marktwerking? Dat is de staatscontrole die daar indirect werkt op Unheard. Check het YouTube-kanaal, dat is heel goed. Ik kijk het ook met enige regelmaat. Ik vond het ook wel iets minder over hunzelf gegaan dan over een algemeen thema. En dat is wat mij betreft, wat is censuur nu? Hier. En hij beschreef een ontwikkeling die ik wel heel fascinerend vond. Want hij zegt eigenlijk van die censuur, die begint met Trump en het fenomeen nepnieuws. Dus men reageert op de komst van nepnieuws. Het is ook zo nadat Trump gekozen wordt. Russiagate, affaire. Ja, nemen veel meer met allerlei dingen natuurlijk. Ja, dat geeft hij uitdrukkelijk aan ook als soort. In dat filmpje. Maar goed, even iets breder van nepnieuws is iets wat dus nog niet zo oud is. Dat komt 2015, 16 of zo komt dat als categorie op. En dan wordt daarop gereageerd door de mainstream media. Dus dan krijg je een soort waar-onwaar schifting. Daar heeft Maurice de Hond dan ook de zure vruchten van geplukt. Ja. Met zijn aerosolenverklaring. Mm-hmm. Maar hij zegt, in het Unearth-programma beschrijven ze een kanteling in dat debat van zeg maar factcheckers die erop wijzen dat nepnieuws nep is en niet echt, naar een nieuw soort kritiek op wat hij noemt adversarial narratives. Dat zijn eigenlijk tegenstander narratieven die expliciet een andere positie innemen in een maatschappelijk debat waar het eigenlijk wel duidelijk van is wat men zou moeten vinden. Dus bijvoorbeeld LGBTQ+ en het hele bijvoorbeeld transitiedebat van transen, dat even zeg maar die bubbel, dat is goed, dat is liberaal, dat honoreren we, dat moet zijn plek hebben op media. En als je daar een andere kritiek op hebt, dan kun je best feiten aandragen, bijvoorbeeld dat je zegt, ja, er is een biologisch verschil tussen man en vrouw, maar die feiten die passen in een tegenstandersnarratief.
En dat narratief, dat kunnen we niet hier tolereren op ons podium. Dus daarmee is er maar een soort nieuwe fase van het fact-checken aangebroken. Waarbij we niet alleen maar meer zien dus dat fact-checkers wijzen op van feitelijke onjuiste uitspraken. Maar ook uitspraken die niet conform de richtlijnen zijn van de compliance officer. Ja, dus het gaat om waarde en niet meer om de waarheid. Precies, precies. Ja. En dat is een enorme transformatie die wij zelf ook wel hebben gezien op YouTube. Bijvoorbeeld in zaken de WHO-richtlijnen over vaccinatie. Als je die niet volgt, dan kun je eigenlijk op YouTube niks meer. Je kan wel via verwijzingen zeggen dat iemand anders daar kritiek op heeft. Maar in principe is je handelingsruimte, je vrijheid van meningsuitingruimte, is eigenlijk beperkt tot de kaders van de WHO. Dus daarbinnen mag je uitspraken doen, daarbuiten niet. Ook al heb je er feitelijke onderbouwing voor. En dat is natuurlijk wel een ontwikkeling die ook, het raakt ook aan wel, wat is wetenschap en journalistiek? Ja, Gabriel van der Brink zegt altijd mooi, wetenschap is de combinatie van het denkbare en het waarneembare. En dus feiten en theorie. En dat is een soort basisdefinitie wel aardig is. Van, wetenschap is altijd die combinatie. Maar het was dus factchecken en het is dus theoriechecken. Ja, het is toch wel heel heftig. Die twee zouden op elkaar moeten botsen. Dit is je theorie, dat zijn je feiten. Dat is wat ook een fact-checker, ja, die kijkt dus naar de feiten. Maar nu krijg je dus narrative-checkers. Ja. Dus het is echt een nieuwe fase in de censuurgeschiedenis. Ja. Dat blijkt dus behoorlijk geïnstitutionaliseerd al verankerd te zijn. Nou. Allerlei onzichtbare... Dus daarom is het ook wel, denk ik, dat alle drie dachten, dit moeten we even... Ja, dit moeten we even benoemen. Nee, om er even op verder te gaan. Kijk, als je naar de echte wetenschapsfilosofie kijkt, dan is ook dat in de notie van feiten al problematisch. Hè? We hebben vanochtend een uitzending over Kant opgenomen. Die wordt op de 22e op zijn geboortedag uitgezonden. Ja. En, maar dan zie je ook al hoe voor Kant natuurlijk ook een feit eigenlijk altijd alweer te maken heeft met ons kenvermogen zelf. En wat wij in de wetenschapsfilosofie ook noemen, de paradigma's enzovoort. Hè. Maar hier gaat het eigenlijk nog om meer. Het gaat ook om heel uitdrukkelijk een waardedynamiek. Daar hebben de Marxisten overigens al uitvoerig op gewezen. Hoe ideologie verborgen zit in wetenschap. Nou, dat is wat er nu ook aan de hand is. Dat is een ideologische wetenschapsvertoog geworden. Niet alleen in economische zin, maar ook in een bijna levensbeschouwelijke zin. En dus die adversarial narrative, zo'n adversarial narrative, ja, het is niet alleen van de tegenstander, maar het is ook wat gewoon afwijkt. Het is tegendraads, wat niet... Wat gewoon niet meegaat. Dat is dus dat is eigenlijk al problematisch. Want dat ondermijnt dus een bepaald verhaal. En het is echt door de die hoogleraar komt ook voorbij. Die laat ook zien hoe die eigenlijk een herdefinitie geeft van desinformatie. En desinformatie is eigenlijk nu een ander verhaal dan het dominante verhaal. Maar dat dominante verhaal is eigenlijk helemaal al een politiek-ideologisch ingekleurd. En dat is het grote probleem. En dat betekent dus dat eigenlijk... En dat is de belangrijke overgang, dat ook het niet-feitelijke wordt nu zelfs als je zou kunnen zeggen, als waarheid gewoon geaccepteerd. Bijvoorbeeld diversiteit of zo. Maar je kunt dus ook zeggen van als bepaalde zaken niet meer mogen worden gezegd, dan betekent dat dus ook dat juist bepaalde feiten ook niet meer mogen worden gezegd. Dat is het hele punt. Ja, nee, maar diversiteit dus, is goed. Dus je mag andere feiten gaan passeren of niet noemen of vertekenen. En dat hebben we natuurlijk ook rond die discussie gezien, bijvoorbeeld een man-vrouw onderscheid. Ja, dus maar dat, ook Oekraïne, bijvoorbeeld. Maar ook Oekraïne, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar ik wil nog één ding toevoegen. Het deed mij heel erg denken aan, gek genoeg, aan een boek uit de jaren 80 van Chomsky, Manufacturing Consent. Ja. Dus het eigenlijk instemming produceren, fabriceren. Waarbij hij zegt van ja, we hebben natuurlijk zoiets als propaganda tot dusver altijd gekoppeld aan een soort totalitaire regimes. Maar bij ons is het eigenlijk op een veel sluipender manier aanwezig. En dat heeft ook te maken met de vorm die het kapitalisme aanneemt. Hij bespreekt daar eigenlijk de reguliere media, de rol van het kapitaal daarin, enzovoort, enzovoort. En denk je, maar wacht even met... Met internet werkt het niet meer zo. Dat dacht ik ook toen ik Chomsky een tijd terug dacht. Ja, we hebben internet en een ander. En het gekke is, maar we zien juist steeds meer hoe die logica die hij daar beschrijft,
eigenlijk ook weer tevoorschijn komt bij die sociale media. Ja. En dat gaat onder andere over precies wat hier gebeurt met die desinformatie. Hij beschrijft hoe de rol van adverteerders steeds belangrijker is geworden. Dat die adverteerders soms niet eens echt een stellige overtuiging hebben, kan ook. Hè? Dus dat je gewoon als pharma of zo één boodschap wil verkondigen. Maar ook, ja, je wil eigenlijk niet dat er te veel problemen gaan ontstaan. Kortom, je gaat de zaken die misschien aanstoot geven of die kritisch worden, die ga je eigenlijk niet meer sponsoren. Wat zeg je dan? Nou, voor die uitzendingen ga ik niet meer reclame maken. Dat is precies wat hier gebeurt. Dus je ziet dat adverteerders die gaan zich terugtrekken uit dat wat mogelijk tot controverse leidt, dat wat niet comfortabel is. En een hele belangrijke, die hoort hier ook helemaal bij. Hij spreekt over de vlak. En de vlak, dat is de Fluger Luftabwehrkanone. Dat was het Duitse luchtafweersysteem. En dat is we gaan het er nog over hebben. Zodra er gevechtsvliegtuigen aankwamen, ging de vlak aan. En die schoot dus in de lucht. Heel veel salvo's werden afgevuurd. Ja, ongericht. Ja. En dat is wat er nu gebeurt. Dus op het moment dat jij iets aanstootgevends vindt, zijn er allerlei instellingen die gaan vlakvuren. Dus die gaan gewoon, die bedrijven, ik wil het er gewoon vanaf, we willen geen problemen. Dus die kiezen de weg van de minste weerstand. En dat ga je dus bij YouTube ook zien. Ja, geen gedoe, weet je wel. YouTube zelf, maar ook eventueel adverteerders. Ja. Want een kleine groep kan dus enorm veel, zeker als je dat organiseert, en als daar geld achter zit, kan gewoon zorgen voor bezwaren, cancelen. Ja. Nou, en dan en dan zie je dus dat de geldbron opdroogt. En dat je op die manier dus eigenlijk een hele verandering krijgt van het journalistieke klimaat. Ja, en dit is er valt nog meer over te zeggen. Maar, ja, absoluut. Ik heb met Thijs Poelhekker, die was de gecancelde leraar Nederlands, die heb ik een tijd geleden gesproken. Daar heb ik eigenlijk het hele manufacturing consent ook in samengevat. Ook de rol van het kapitaal zelf al, dat die krant op een bepaald manier bezit en de rol van journalisten en hoe die opgeleid worden. Mocht je dat interessant vinden, dan... Maar het sluit hier met die desinformatie. Nee, zeker. Dat sluit er eigenlijk helemaal opnieuw op aan. Ja. En, op een nieuwe manier dus. Want dat was je punt. Ja. Hè? Dat het eigenlijk weer terugkomt in een tijd van... Daar moest ik aan denken toen ik dat unheard verhaal. Ik dacht, hé, maar dat is gewoon Chomsky. Ja. Ja. Het past in een grotere constellatie. Hè? Want als je kijkt naar hoe Mark Rutte reageert op... Pepijn van Houwelingen. Nou, zullen we die gewoon nemen nu? Ja. De eerste brug daarna is al heel duidelijk. Dus dat Mark Rutte ook in lichaamstaal en ook in het uitblijven van antwoorden en uiteindelijk toch geven van minimale antwoorden heel duidelijk laat weten van dit is het narratief. Wat jij zegt, dat klopt niet. Dat is gek, je bent vreemd. Ook met een soort humor of zo probeert hij zich vanaf te maken. Ben van de WEF. Dus... Het gesprek over de feiten, over Nord Stream, het gesprek over de verwachtingen. Wat betekent het dat Rusland verliest? Dat probeert... Niet verliest dus. Niet verliest. Dat probeert Van Houwelingen te entameren. Dus hij zegt, laten we het daar eens over hebben. We hebben het er nooit over. Wat betekent het? Als was deze week een aanvaring tussen Van Houwelingen en Rutte in de Kamer. Maar dat kon niet. Dus dan zie je dus die en eerst beantwoord Rutte die kortsluiting bij Mark Rutte. Even voor één, dus die kortsluiting heeft iets te maken met dat er geen openheid is. Dus er is maar één waarheid voor Mark Rutte. En dat valt me vaker op. Ik dacht ik introduceerde even voordat je... Ja, nee, vertel, want dat is misschien goed voor de kijker. Het waren gewoon kamervragen. En Van Houwelingen die had wel de interessante observatie dat eigenlijk zijn vragen gewoon niet meer beantwoord werden. Dus normaal gesproken komt er dan in ieder geval nog een soort van badinerend antwoord van... Wat Van Houwelingen zegt, dat klopt natuurlijk niet. Of daar kan ik natuurlijk geen uitspraak over doen. Maar hij zegt, het wordt gewoon helemaal niet meer beantwoord. En ook in tweede instantie niet. En als er dan inderdaad toch door middel van interrupties een soort gesprek op gang komt, dan zie je dus precies wat jij nu schetst. Dat er eigenlijk dat hij op een gegeven moment klopt, Rutte zelfs van, we zijn klaar. Ja, ik ga weer. En hij heeft altijd zo'n tasje waar World Economic Forum op staat bij zich. En daar klopte die op van, zie je nou, daar zullen de gekkies alweer lekker over gaan praten met elkaar. Een beetje dat heel reële vragen van, Als die pipeline nou opgeblazen is door Amerika, is dat dan een vijandige mogendheid daarmee? Want wij bezitten een deel van die pipeline. En dat zijn heel reële vragen, die moet je gewoon kunnen stellen. En er wordt niet meer serieus op ingegaan.
Ja, misschien, ik wil er ook nog wel iets over zeggen, want ik was ook wel door getroffen. Niet dat ik nou alle debatten in de Tweede Kamer volg, maar naar deze heb ik wel weer gekeken. Ik denk, hoe gaat dat? Ik vond dat Van Houweling het best goed deed. Ik bedoel, of je nou voor of tegen Forum bent, dat doet er niet toe. Dat zijn gewoon relevante vragen, wat mij betreft. Dus ik bedoel, zo kijk ik er dan naar. Hè. Dat is gewoon terechte vragen. Ik denk dat je de setting wel in de gaten moet houden. Dus de Forum is natuurlijk echt een kleine partij. De andere partijen laten op dit punt ook eigenlijk niet veel van zich horen. Dus wantrouwen eigenlijk al een kanttekeningen eventueel bij de Oekraïne-conflict. En vanuit die positie staat Rutte daar. Van, dat is de, dus hij... Hij hoeft ook, doet ook helemaal geen moeite om wie of wat dan ook te overtuigen. Hmm. Het is in de houding zit eigenlijk al de disqualificatie. Hier gaan we niet op in. Dat natuurlijk hele relevante vragen zijn. Ik noem het al vaker. Als je kijkt ook naar gerenommeerde politicologen, commentatoren. En mensen die echt wel verstand van zaken hebben, hè, zo'n John Mearsheimer bijvoorbeeld, die zouden precies dezelfde vraag kunnen neerleggen. En ook daar een heel verhaal over hebben waarom dit heel uitermate relevant is. En wat we hier natuurlijk ook besproken hebben. Oké, maar hoe ziet dat? Ziet die toekomst er dan uit in verhouding tot Rusland? Hè? Dus wat betekent dat Rusland niet mag winnen? Betekent die dat we de Krim willen terugveroveren? Ook nadat Poetin dat daar eigenlijk ook al even van heeft gezegd. Dat is een onacceptabele interventie. Ook wanneer we daar... Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan is hij zelfs bereid kernwapens te gebruiken. Zeg, ja, maar daar laten we ons toch niet door chanteren. Dat gegeven dat je dus weet dat in dit geval Rusland, dat daar sentimenten leven, dat bij Poetin sentimenten leven. En dat je van daaruit gewoon moet gaan hebben over waar zijn wij nu mee bezig en waar willen we op uitkomen, waar willen we naartoe. En dat hij de BRICS gewoon zo even met een hand waren, dat onbeduidend clubje. Ja, dat was nog een terwijl je denkt van, wij hebben ingezet notabene op een strategie waarin we meenden dat we Rusland economisch op de knieën konden krijgen. Hij wijft dat, die BRICS, dat is... We hebben dat gemeend, ja. We zijn niet meegegaan in hun eis om het gas in roebels te betalen. Toen is het gas stil komen te vellen. Duitsland is daar behoorlijk door getroffen. Voor een deel aan het deindustrialiseren. Europa staat er economisch slecht voor dan Rusland. Ze blijven gewoon samenwerken met China, met India. Ze groeien qua economie veel meer dan waar wij zelf eigenlijk vanuit kunnen gaan, want wij zijn aan het krimpen. Dus je ziet dat de strategie gewoon mislukt is. Heb het nou daar eens over met elkaar. Het is echt Oostenrijk-Hongarije dus, ten opzichte van Servië. Het is onbegrijpelijk. Ik zeg, jongens, jullie hebben toch een idee gehad? Bij die sancties. Het is mislukt. Hoe komt dat? Dus je hebt het buitenland verkeerd ingeschat. Ja. Dus wat betekent dat voor de geopolitieke positie van Europa? En dan ga je zo doen. Dat is een onbeduidend clubje. Nee, het punt is, landen zijn zich ten opzichte van het Westen aan het organiseren. Niet de kleinste landen. Die zijn langzaam iets aan het bouwen. En ze laten nu al zien, bijvoorbeeld vanwege het feit dat ze Rusland niet laten vallen, dat enorme consequenties heeft. Dat is de instrumenten die jij hebt gehanteerd, bijvoorbeeld ze boycotten, bijvoorbeeld ze uit het Zwift gooien, dat niet leidt tot een economische vernedering. Dus vernedering wel, maar niet tot een economische malaise. Dus hij miskent volledig de problematiek die daar speelt. En dat is wat mij betreft ook weer de overeenkomst met de film van Maurice. Precies. Ja. Dus het is, we worden echt geleid door wishful thinking. Wishful thinking, droombeelden die leidend worden, waarbij we vooral, ik noem het ambitiemoraliteit, dus ambities worden uitgesproken. Ja, zoals van, ja, we willen iedere leerling zo goed mogelijk tot ontwikkeling brengen. Ja, dat wil iedereen. Ja? De vraag is hoe en wat zijn de tegenkrachten?
En hier ook. Ja, Rusland mag de oorlog niet winnen. Wat is dat voor überhaupt voor beleid? Weet je? Dat is, je spreekt dus ambities uit, maar je maakt niet duidelijk wat er voor nodig is, wat de gevolgen zijn, wat voor prijs je dan mogelijk voor gaat betalen. En daar hebben we het niet meer over. Nee, dan zijn we het wel, oh, dat doen we sancties of we gooien er een extra wapenpakket tegenaan. Dus het is... We sturen 3 F-16's. Ja, we formuleren dus gewoon ambities en dan ben je oké, en we praten niet meer over de realiteit. Ja, en dat, ik vind het schandalig wat hij doet. Ik vind het echt ongelooflijk gevaarlijk. Ook dat zo'n man in die positie nu de ambitie heeft. En ik mag Rutte echt, maar ik vind hem... Ja, dus gek genoeg, en ik ken hem persoonlijk ook wel. Maar ik vind dit echt niet kunnen. En we moeten heel serieus hierover nadenken. Als hij komt, maar de Russen die beginnen met de Oekraïne en dan stoten ze door naar West-Europa. Dan moet het eerst eens hebben over, oké, wat is dan die geschiedenis? Hoe kom je bij zo'n uitspraak? Ja. En in plaats van echt met dit soort propaganda, want dat is het, en dooddoeners uiteindelijk in de situatie terechtkomen waar je gewoon geen grip meer hebt op wat er gebeurt. We zien dat het front in de Oekraïne nu eigenlijk aan het instorten is. We zien Chasovyar is omsingeld, Adievka, het is hier allemaal al voorbij gekomen. Al maanden geleden wat er gaande was. Je ziet dat er dat binnen de Oekraïnse krijgsmacht ook behoorlijke problemen zijn. Dus toch desertie her en der. Een Azov-regiment, derde bataljon, meen ik. Wat nu heeft gewoon weigert eigenlijk om nog bevelen uit te voeren. Onder bevel van Itsirski. Het is gewoon alle kanten aan het rommelen. Ze hebben te weinig wapens, ze hebben te weinig manschappen. En wij zeggen, vecht maar door. Ja, en straks... Maar wat vind je van... In de krant is de consensus nu heel erg, valt mij op deze week, dat de Oekraïners verliezen omdat wij niet genoeg wapens leveren. Ja, nou, dat is dus één kant van het verhaal. Dat is dat wij kunnen niet meer wapens leveren. Dit is de consequentie van het globaliseringsbeleid. Dat wij onze productiecapaciteiten in decennia, niet alleen wat militaire betreft, maar ook wat zware metaal betreft enzovoort, hebben we eigenlijk allemaal geoutsourced. Dus we kunnen niet eens mondkapjes produceren. Dat is de realiteit. Dus we kunnen niet zelf die voldoende granaten produceren. De kwantiteit productie van raketten, de Storm Shadows en noem maar op. Zelfs de Taurus is nu, de Duitse raket, die is nu uit de productie gehaald. We hebben dus gewoon geen reëel beeld meer van wat we zelf kunnen, wat we zelf vermogen. We hebben een grote mond, we lezen anderen de les en we kunnen niet eens onze belofte waarmaken. Dus hebben de Oekraïners veel te weinig granaten geleverd, al lang voor gewaarschuwd, heb ik het hier ook al over gehad. En het is uitermate triest dat we door steeds meer ambities uit te spreken, want dat kan Europa als geen ander, en valse verwachtingen te wekken, uiteindelijk hen ook op een spoor brengen. En nogmaals, ze doen het natuurlijk ook zelf, maar wij zijn daar wel degelijk ook een factor in. Nou, wat Jelle terecht denk ik aankaart, is dat het tegengeluid, de andere logica die in dit geval, laten we zo het netje ophalen van welke bredere trend hier inzichtbaar wordt, maar met betrekking tot die oorlog is toch het andere geluid van, ja, we hadden ze veel eerder, veel forser moeten steunen en dat moeten we nu gaan inlopen. Ja, maar dat is allemaal zo'n mooie... Mooie ambitie. We hadden, als hadden komt dus hebben te laat, Dat in de eerste plaats al. Maar dus wijsheid heeft ook met het juiste moment, met timing te maken. Maar laten we nou ook gewoon heel reëel zijn. Rusland is 4 keer zo groot qua bevolking in vergelijking met de Oekraïners. Heel veel mensen uit de Oekraïne zijn ook weggevlucht. Hun bevolkingssamenstelling is erg vergrijsd. Ze hebben dus ook veel minder manschappen. En bovendien een leger opbouwen kost tijd. Ja. We hebben nu dan net gezien dat ze een wet hebben aangenomen. Overigens waren er maar een heel beperkt aantal Kamerleden aanwezig in het Oekraïnse parlement. Die de
Eigenlijk het oproepen van militairen vergemakkelijkt. Mm-hmm. Althans, de wettelijke vergemakkelijkt. De wettelijke context daarvan anders definiëren. Zodat ook jongeren opgeroepen kunnen worden. Maar je ziet ook dat daar ook het parlement eigenlijk uiterst terughoudend is. En vermoedelijk ook omdat het ook heel veel kwaad bloed zet her en der. Dus ze hebben ook een tekort aan eigen manschappen. Dus niet alleen, we hebben te weinig wapens. We hebben ook een tekort aan eigen militairen. Een zwaar tekort. En dat kan ook niet anders. We hebben het de vorige keer kort over gehad dat eventueel Frankrijk of Engeland of Polen dan ook bereid zijn om troepen te leveren. Er zitten vol ook al natuurlijk allerlei huurlingen vanuit het Westen. Maar het gaat erom dat het gaat niet om 10.000, 20.000, je moet honderdduizenden hebben. Wil je dat? En bovendien, je hebt de hele logistieke keten nodig. Als de Fransen naar de Oekraïne willen, dan hebben ze eigenlijk de Amerikanen nodig. Ja. Want je moet ook die troepen daar ook weten te onderhouden. Je moet zorgen dat het zware materieel er terecht komt. Dat, dat je de verbindingen hebt. En wij zijn daar gewoon helemaal niet op ingesteld en klaar voor. Rusland heeft nu een veel sterker leger dan 2 jaar geleden. Als je ook naar Poetin zelf, maar ook Lavrov heeft het al aangegeven. Ze willen best onderhandelen. Dat zal betekenen dat ze niet meer teruggaan op wat ze in Istanbul hadden bereikt. In Istanbul was eigenlijk al een, zoals de Krim wordt erkend, vier provincies die eigenlijk naar Rusland gaan. Ze zullen vermoedelijk daar nog bovenop gaan, demilitariseren van de Oekraïne. En ondertussen hoor je dan Rutte zeggen, ja, nee, tuurlijk wordt Oekraïne lid van de NAVO. Wat zeg je daarmee? Dit is wat de Russen niet willen. Dus de reden om steeds meer van de Oekraïne te gaan veroveren, wordt alleen maar groter. Dus het begint ermee dat als je hieruit wil komen, dat je met Rusland om de tafel moet en dan serieus gaan zeggen, oké, wat willen de Russen? Misschien moet je met de Chinezen daar en niet meer denken dat je als Westen op dit moment in een situatie verkeert waarin je anderen de wet kan voorschrijven. En dus kan zeggen, nou, we gaan nu een akkoord sluiten over de Oekraïne en we gaan niet luisteren naar Rusland. Ben je helemaal gek geworden? Ik haal even het netje op. We begonnen bij Maurice de Hond. Ja, ik ben dus erg boos, omdat dit is toch even. Want ik vind het echt zo gevaarlijk wat hij. Ik kom ook nog wel bij je terug. Ja. Want wij beginnen bij die blikvernauwing tijdens zo'n crisis. Vervolgens hebben we het over hoe nu in de media. Jij begon over manufacturing consent. Dat ging nog over de traditionele media. Waar jij trouwens een leuk gesprek over had deze week. Maar we hebben inmiddels een ander medialandschap. Daarin vinden we via zo'n global. Zo'n index krijg je daar, disinformation index, krijg je daar dus ook weer die mechanismen van onderdrukking. We zien dat Rutte inmiddels op een punt is in de Kamer dat hij de oppositie, de enige serieuze oppositie op dit punt, niet eens meer serieus neemt, maar eigenlijk gewoon ja, een soort van zich met een grapje van afmaakt. We hebben ook nog gezien dat die National Conservatism bijeenkomst in Brussel gewoon door de politie. Ja, nee, is gevaarlijk. Dat is een nieuw element, moet het ook nog maar over hebben zo. Ja, goed, ik probeer ze even samen te nemen. En inderdaad, met betrekking tot die oorlog, dat Rutte er nog even een miljardje, of ik geloof 3 miljard over een aantal jaar tegenaan gooit. Zonder dat daar echt serieus debat over plaatsvindt in de Kamer. Terwijl de situatie zo is als jij hem net schetst. Hè? Dus jij schetst een situatie waarin eigenlijk een compleet, ja, een hopeloze situatie op dat slagveld ontstaat. Waarin eigenlijk binnen de Europese industriële kracht of überhaupt de economische groei. Hè, want daar hebben we ook nog nieuws over gezien. Dat nu bij die Europese top deze week. Dat men toch nadenkt over een herstructurering van de kapitaalmarkten in Europa. Daar kunnen we het ook nog even over hebben. Maar je ziet eigenlijk dat er dus vanuit een soort blikvernauwing toch een spoor ingezet wordt. Waarbij hele gekke dingen plaatsvinden, hele radicale beslissingen worden genomen. En gewoon het hoe komen we hier ooit nog uit? Ja, dus los nog even van de individuele punten, maar wat is hier in hemelsnaam gaande? Nou ja, Jelle moet ze ook maar even zeggen. Maar ik één ding waar ik het in het verleden ook met Kees de Kort wel eens over heb gehad. Hè, dus je verlies nemen geldt ook in economische zin.
En dit doet mij dus heel erg denken, ik heb dat vaker genoemd, aan die Peloponnesische oorlog, waarin Athene ook gewoon niet kan accepteren dat ze haar hegemoniale macht verliest. Mm-hmm. En daar doet deze situatie me erg aan denken. Je wil iets niet, het is dus wensdenken. Je wil iets niet en dan zeg je dat het over democratie gaat en over... En nogmaals, er zullen bij mensen echt wel geroerd worden hoor, door bepaalde motieven. Daar twijfel ik niet aan. En het is natuurlijk verschrikkelijk wanneer daar duizenden doden vallen ook als, en Rusland een inval heeft gedaan. Maar je moet wel kijken toch naar de context en de geschiedenis van het conflict en ook de verantwoordelijkheid die je hebt om dit, de schade te beperken en dit in goede banen te leiden. Ja, en dat vraagt nogmaals om realiteitszin. En ik heb in ons gesprek over Kant de verbeelding benadrukt. Maar wij hebben toch wel heel erg met droombeelden en waanbeelden te maken. En weinig met beelden van de praktijk, praktijkbeelden. Hmm. En dat is wat je dus merkt. En alleen die werkelijkheid komt nu keihard binnen. En ik vrees voor de komende maanden. En wij zijn daar echt ook met elkaar, zeker ook ons parlement, schuldig aan. Ja, dat is maar goed, dat is geen antwoord op je vraag. Nee, Jelle, Ad die zegt eigenlijk, we rennen als een soort, als roadrunner rennen we eigenlijk boven het ravijn. Ja, dwaas. Blind boven het ravijn met allerlei mooie ambities, ja. die wij uiteraard ook onderschrijven. Hè? Dat lijkt me helder. Ik bedoel, democratie, vrijheid, hartstikke mooi. Nee. Maar niet abstract. Geen praktisch besef en blind het ravijn. Ja, maar dit is een allerlaatste, want ik zit vol, merk ik. Maar deze week kwam ook met ongenoegen of met zorgen. Ja. Deze week kwam ook het rapport uit van de onderwijsinspectie. Bevestigt gewoon wat ik hier al, waar ik al 10 jaar, meer dan 10, van 2006 mee bezig bent. Hmm. En waar we het recent ook nog over hebben gehad. En het punt is, je kunt het nu niet meer zonder pijnlijke ingrepen oplossen. Sterker nog, je kunt het niet meteen meer oplossen. Dit is gewoon wat je hebt gedaan. Ja, en dan kun je blijven ontkennen en blijven ontkennen. Straks hebben ze de 1 op de 2 leerlingen die functioneel analfabeet wordt. En ga maar op. En dit zijn dus echt dit zijn de gevolgen van hele lange verwaarlozing. En dat geldt hier voor dit traject met Oekraïne en onze omgang met dat conflict en in Rusland idem. Gebrek aan praktische wijsheid. Ja, absoluut. Jelle, ik zoek naar iets van een... Want kijk, het is goed om het te zien. Hè? Het is goed om het elke week om vanuit verschillende thema's, verschillende invalshoeken toch gewoon te benoemen en zichtbaar te maken. Maar ik ben op zoek, merk ik, naar iets van een hoop dat we nog... Nou, de bal keert het schip, Rogier. Ja, maar die wal is wel een heel pijnlijke, gewelddadige vuurbal van een wal. Hè? Ja. Waar we dan... Nou ja, goed. Jelle. Ja. We hebben vaker revoluties meegemaakt. Dus één waar ik aan moet denken is de opkomst van Abraham Kuyper. En de christelijke revolutie aan het eind van de 19e eeuw. Die eigenlijk klaar was met het globalisme van toen. En een soort nieuw Nederlanderschap, christelijk Nederlanderschap op de kaart zetten. En ook een onderwijs, overigens uit het onderwijs groeiende maatschappelijke revolutie. Ja. Zijn meer overeenkomsten. Dat was ook het begin van het tijdperk van de verzuiling. Waarbij hij eigenlijk zei van ja, ik ben er eigenlijk klaar mee dat iedereen hier op dezelfde manier moet leren. Mensen kunnen zelf vanuit hun moraliteit ook scholen oprichten. En een kritiek op een soort woke liberalisme, dat is Kuyper. Dus die zegt eigenlijk van er zijn meerdere manieren om te leven en het conservatieve christelijk is een hele belangrijke. En hij verandert echt de koers van Nederland. Hij is in die zin echt een erflater, echt een niet te onderschatten erflater. De oprichter van de eerste Nederlandse politieke partij. Eigenlijk de eerste serieuze journalist in Nederland. Dat weten mensen niet, maar schreef elke dag de krant vol. Over een deel trouwens ook bedenkelijk was de premier, ging die zelf ook anoniem commentaar op zichzelf schrijven en zo. Maar voor een deel ook professionaliserend. Dus dat hij echt commentaarsecties op in kranten op een hoger niveau wist te tillen. Dus hij zou zeker een YouTube kanaal hebben gehad nu. En er zijn ook andere vergelijkingen. Ik bedoel, de reformatie. Het idee dat er een Europese kliek is die zichzelf baantjes toespeelt. Met allerlei hoge idealen in een hoog banier, wat niemand meer precies kan lezen. En waar grof geld wordt verdiend door grote bedrijven. Terwijl de innerlijkheid mist, inclusief trouwens de taalrevolutie. Dus de omslag van het katholicisme naar het protestantisme. En ook pre-reformatoren waren al heel erg voor.
de Bijbel alleen maar voor de elite in het Latijn. Laten we gewoon in Duits en Nederlands met mensen praten over wat het betekent om op een bepaalde manier te leven. Ook in het licht van God. En dat protestantisme was een taalrevolutie. Je ziet nu ook de wetenschap. De Europese Unie heeft zichzelf afgesneden van de mensen, ook in het Engels. Zodat wij het ook niet meer begrijpen. Het wordt ook niet meer aan ons uitgelegd. Het wordt gewoon gepresenteerd als een soort waarheid. Het is in die zin ook wel tijd voor een reformatie. Er zijn nou twee christelijke revoluties. Je hebt natuurlijk ook nog de Franse revolutie. Ook die vergelijking kun je maken. Een elite die gewoon helemaal totaal niet doorheeft wat er op en af komt. Nou was die Franse revolutie redelijk gewelddadig. Die reformatie. Dus van deze ook de meest interessante. Dus ik vind die van Kuyper en de reformatie een stuk relevanter. Maar wat moeten we doen? Hagepreken? Nou ja, dat is feiten wat wij hier dat doen. Zijn hier dan doen. Dat doen we al. Dus mensen, als je hoop wil, verenig je. En kijk zo'n Van Houwelingen. Je kan er kom naar de Jacobiekerk. Ja. Dan gaan we verder praten. Dan praten we er nog eens. Nee, maar dat is niet waar. Nee, het motiveert mensen. Ja. Het is ook, kijk, als je zelf... Waartoe zou je mensen willen motiveren? Om tot moed, tot zelfvertrouwen. En sowieso ook van de computer afkomen, zelf dingen doen. Je verenigen samen dingen opzetten. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat je moet er ook niet naïef over zijn. Stel dat de boel ineens stort, er komt een economische crisis of we hebben straks geen EU meer of geen euromunt meer. Het is niet zo wat sommige mensen op YouTube wel lijken te denken van oh, dan ga ik snel rijk worden met mijn portefeuille in Bitcoin. Nee. Ook dan moet je gewoon werken en de wereld inrichten. En ook dan komt het aan op die sociale relaties. Ook Kuyper heeft niet die sociale relaties gesticht. Hij zag dat het leefde. Maakte institutioneel mogelijk om daarop te gaan schalen. Maar je moet wel klaarstaan om de wereld... Je kan niet denken van als er een crisis uitbreekt... Oh, dan wordt het allemaal mooi en dan heb ik mijn Bitcoin portefeuille. Ook dan moet je werk hebben en moet je... Ja, en sowieso ook nu als er... Je kunt op je werk natuurlijk dingen positief veranderen. Waar je ook werkt, hè? Dus ik ben wat dat betreft ook wel van een soort crisisenthousiasme, voorzichtig. Zelfs als er een crisis uitbreekt, je hebt nooit de carte blanche. Je kan nooit meer zeggen van nou, dan gaan we nu Nederland opbouwen. Ja, waarschijnlijk wordt het alleen maar erger. Nou, meestal wordt het eerst slechter. Precies, daarom was die film Civil War ook wel weer zo interessant natuurlijk. Hè? Want dan zie je dat over gezagscrisis gesproken, dan zakt echt dus een rechtsstaat weg. Weet je? En die verliest zijn legitimiteit. En dan zie je dat natuurlijk mensen zich rond andere... identiteiten en gemeenschapsgevoelens gaan samen klonteren. En dat kan ook hele gewelddadige en kortzichtige vormen aannemen. Dus het is niet voor niets dat Hobbes dat als het grootste kwaad neerzet. Hij heeft het meegemaakt in zijn tijd. Tot en met de koning die onthoofd werd. Dus je moet ook zien wat voor dynamiek dat losroept. Alleen... Ik denk dat er nog steeds een soort enorme onderschatting is bij de gevestigde orde van dat wat zich nu voltrekt. En dan censuur plegen om te denken dat je daarmee de geest terug in de fles krijgt of zorgen dat er niet meer uitkomen. Dat is denk ik enorm... riskante tactiek, want dat kan alleen maar de zaak verergeren. Dat is, als je kijkt naar wat er is misgegaan in de voormalige Sovjet-Unie, dat is een heleboel. Maar ook toch het idee dat je door indoctrinatie en door censuur en een bevolking uiteindelijk eronder kan houden, is een illusie. Dus dat lukt enige tijd, maar uiteindelijk barst het los. Dat pleit ook voor diversiteit. Nou ja, nee, maar goed. Ik vind dat altijd een mooi voorbeeld. Of een pijnlijk voorbeeld. Om ook de grenzen van de maakbaarheid maar eens zichtbaar te maken. En dat is waar we nu in zitten. En dat bovendien in een context. Ja, die echt geopolitiek van aard is. Dus je moet je inlaten met de anderen. Dat is dat je... En dat is ook zo triest dan het feit dat we alleen nog maar nu op de universiteit Engels leren. Je bent zelfs niet in staat om een Duitse krant te lezen. Of wat er in Frankrijk gebeurt. Dus gewoon dat al dat je
leert om je te verplaatsen in een andere wereld. Nou ja, jullie hebben allebei in Duitsland ook gestudeerd. Alle drie, hè? Ja, dat is waar. Nee, maar goed, jullie waren mijn studenten ooit. Dus toen zijn je naar Duitsland getrokken. Ja, dat is waar. Ja, dan heb je... Wat er genoeg van had. Ja, genoeg van mij. Ja, we toch, ik ging met terugwerkende kracht toch alweer waarderen toen je daar zat. Maar... Is ook zo. Nee, ja, maar dat kun je omdat je dat Duits hebt geleerd. Ook op je universiteit hebt gezien van, hey, maar dat is interessant, weet je wel. En dan leef je daar een tijd en dan zie je gewoon Duitsers echt toch weer wat anders dan een Nederlander. Dat leer je dan. En dat sentiment daar is anders. En zo moet je dat ook. Ik heb heel veel van de Russische bibliotheek gelezen. Dan weet je, een Rus is iemand anders. En is het een onmens? Nee, maar is wel iemand anders. En ik kan ook wel heel erg over de scheef gaan. Hè? Maar je hebt ook heiligen, ook in Rusland. Mm. Dus, maar je ziet wel, het is een ander soort volk. En het begint natuurlijk met een zekere voeling krijgen met wat anders is. Op dit punt ben ik trouwens wel heel benieuwd of Amalia, dat was van de week in het nieuws, die heeft dus een jaar ondergedoken gestudeerd in Madrid. Ja. Of in ieder geval Spanje. Mm. En ik ben dan gewoon benieuwd, zou ze nou het Engels gestudeerd hebben of in het Spaans? Ja. Haar argument om daar te studeren was, achteraf dus, want ze werd natuurlijk beveiligd en zo, het was helemaal niet te verkopen zoals die vrouw zich in Amsterdam heeft gevoeld. Dus geen kwaad woord daar verder over. Ik denk dat het heel verstandig is dat ze dat gedaan heeft. Spaans, anders heb je zo'n tussenjaar, zo'n gap year heet dat dan. Maar ze heeft dus in Spanje gestudeerd omdat ze daar anoniemer door het leven kon. Ja, nou, maar betekent dat dat zij zich ook verdiept heeft in hoe dat gaat in Spanje? Of zou ze daar in een internationale... Want toch, het gebeurt tegenwoordig, hè? Dus vroeger was Erasmus. Dan ging je naar Duitsland om Duits te leren. Of Frankrijk om Frans te leren. Ja, jullie moesten gewoon in Duits daar Duitse programma's volgen. Wij konden ook al het Engels programma's volgen. Maar goed, wij wilden dat graag. En heel veel mensen wilden dat doen. En terwijl nu Erasmus programma's... Ik zie dat zelf aan onze Vrije Universiteit. Ja. Die mensen komen hierheen. Soms echt wel voor dubbele programma's. Één vol jaar. Maar ze leren geen Nederlands. Nee. Ze hebben ook geen idee, dus ze leven in eigen bubbels. Ja. Dat is wat er. Maar wij zitten dus nu met onze elite massaal in bubbels. En dat is wat je ziet. En ondertussen censureren we polarisatie. Dat vind ik ook interessant. Ja. Dat zo'n Rutte of zo, die gaat, als je dus een ander verhaal hebt, dat kan eigenlijk niet. Polariseren, daar moeten we voor uitkijken, Ad. Dat is niet de bedoeling. Dus je ziet ook dus dat kritiek wordt ook verdacht gemaakt door, door het stemmen. Ja, en dat vind ik zelf ook een zorgwekkende ontwikkeling, hoor. Een tegendraads vertoog, een verhaal. Ja. Dat is dat wordt heb en dat is eigenlijk desinformatie. Ja. Dan komen we weer terug op dat punt. Op dat thema van wat kunnen we nu doen? Hè? Jullie hebben eigenlijk een goede analyse. En een aantal van die revoluties en hoe ziet dat er dan uit? En dat heeft ook iets met taal. Jij roept op tot een soort van activeer. Ga op je werk en op de scholen gewoon de verandering die je wil zien zelf ook op de een of andere manier proberen teweeg te brengen. Organiseer je. Essay schrijven. Wat ik er nog aan zou willen toevoegen is, misschien als kleine duit in het zakje. Die hele COVID-crisis heeft ook heel veel... De reden dat zoveel mensen zo in de pas gaan lopen, heeft toch ook een hoop met angst te maken. Denk absoluut. Ik. Specifiek absoluut. Met angst voor de dood. Dus als wij terug willen naar het leven en het ontwerpen van ons eigen leven, zullen we toch ook die angst voor het verdwijnen van het leven op de een of andere manier collectief wat meer moeten loslaten. Absoluut. En dat zit natuurlijk in alles. Ook in de hele extreme focus op veiligheid. Hè. Dat is alles moet veilig. Ja. En dat natuurlijk ook. Dat is als het ware de laatste strohalm van legitimiteit. Hè? Dat is waar in feite waar je de eerste contracttheorie bij Hobbes al ziet uitmonden. Mm. Dus de overheid biedt je veiligheid en jij levert je vrijheid in. En dus die verhouding tot de dood is een hele, het is een groot thema. Maar het heeft natuurlijk te maken met inderdaad de eindigheid, de sterfelijkheid, de negativiteit. Waar ik natuurlijk met Byung-Chul Han het veel over gehad heb. Hè, ook in de palliatieve maatschappij, de verdoving. Ja. Ja, dat de pijn ook en de negativiteit ook productief is, ook zinvol is. Ook zie hoe ik gehecht ben aan dingen. En dat ik eigenlijk in dat comfort juist ook afstomp. Me afsluit. En dat is volgens mij ook omdat we comfort is de tweede. Hè? Het is veiligheid en comfort tegenwoordig. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dat is, Dus kom uit je comfort en doe iets. Hè? Ga naar een school. Organiseer je. Maak op je werk. Neem eens het risico iets minder te verdienen en iets meer voor de maatschappij te betekenen. We hadden eigenlijk, Rogier, je begon over Israël. En we hebben daar niet vaak over Israël. Nee.
Dat ligt ook, dat is natuurlijk sowieso gevoelig ook het thema. Maar ik moet wel denken ook nu, wat jij schetste, er is een aanval die heeft plaatsgevonden vorig weekend. Er was eigenlijk weer een wraakactie op een aanval van Israël op een consulaat. Naar verluid zijn de Amerikanen daar behoorlijk boos over geweest. Omdat het is ofwel een strategie geweest van Israël om juist de oorlog te laten escaleren. In de richting van Iran, zodat Amerika mee ging doen. En dan, dus het schijnt ook dat Biden behoorlijk boos is geweest op Netanyahu. Dus dat het echt een valse tactiek is geweest, zeg maar. Ja. Of het is op een lager niveau een vergissing geweest, wat je nauwelijks kunt voorstellen. Dat dit is voorgevallen. Maar hoe dan ook, daar moest natuurlijk een wraakactie op komen. En je hoort er niet zoveel over, hè, maar de wel ingelichte kringen die zeggen toch, dat is gewoon uitonderhandeld met de VS. Dus de VS heeft gewoon met Iran onderhandeld van je mag zo terugslaan. We begrijpen ook dat jullie moeten terugslaan. Hè, dus dat is dus dat de Amerikanen gewoon helemaal op de hoogte waren van de aanval. Het was in ieder geval een goed aangekondigde, getelegrafeerde aanval, zei ze. En, maar ook, er wordt gezegd drones. Nee, maar dat is het scheve beeld waarin in het Westen dat gegeven wordt. Nee, Iran heeft hypersonische raketten ook gebruikt. Dus het is een drone-aanval gecombineerd met een twaalftal van hypersonische raketten. En dat is de verrassing voor iedereen dat ze die hebben. Dat hangt vermoedelijk weer samen met de samenwerking met Rusland. Dat ze die technologie hebben ontwikkeld of een deel daarvan hebben overgenomen, gekregen. Ook de samenwerking met China natuurlijk. Maar betekent, dat zijn wapens waar dat hele verdedigingsschild niet tegen werkt. Dus dit is ook een boodschap. Luchtafweer. Ja, de Iron Dome. Iron Dome. Dus dat is van Israël. Precies. Want die gaan hypersonisch, die gaan zo snel. Het is ook een bepaalde technologie die heel moeilijk is kennelijk. Het heeft met vloeistof, raketaandrijving te maken. Een hele speciale technologie. En die kan daardoor die raketten op zo'n snelheid brengen. Maar dat zijn ook raketten die dus eventueel nucleaire koppen zouden kunnen dragen. Mm. En er zijn wel degelijk dus eigenlijk aanvallen gepleegd op belangrijke doelen. Dus wij horen van dat is namelijk schade. Nee, dat is wel degelijk schade. Naar alle waarschijnlijkheid. Dus er is een teken is afgegeven. Wees gewaarschuwd. En vervolgens, er zijn weinig burgerslachtoffers gevallen. Maar dat is vermoedelijk ook echt de deal geweest met Amerika, van je moet binnen de perken blijven, want anders moet Israël weer terugslaan. Israël heeft toch teruggeslagen, heeft ook weer vermoedelijk bepaald type raketten gebruikt en drones. En heeft dat ook weer onderhandeld met de Verenigde Staten. Ja, dat is nu We zitten nu eigenlijk in een soort bokswedstrijd met de Verenigde Staten als scheidsrechter. Dat is op zich wel weer goed nieuws, toch? Dat is die diplomatie. Nou ja, het is een vorm van diplomatie in ieder geval. Het geeft ook aan dat... Stel dat niet zo was. Het geeft ook aan dat de Verenigde Staten natuurlijk hier niet in betrokken willen raken, maar ook Iran niet. Hmm. Want we zijn natuurlijk allemaal wel heel erg gebrand op Iran. Maar die zitten echt niet te wachten op een verwoestingsoorlog met Amerika en ook niet met Israël. Die doen het economisch nu vrij goed en die zijn al een soort wederopbouw bezig. Ja, dit zou natuurlijk desastreus worden. Dus, en zij hebben natuurlijk ook voor een deel, laten we zeggen, hun invloed doen gelden in de richting van die Houthis en zo. Maar die Houthis, Hamas, Hezbollah, ja. Er zijn een heleboel... Ja, maar de Amerikaanse bases worden dus niet aangevallen. En dat zou wel kunnen. Maar dan wint Iran het niet, toch? Dat is toch de machtsverhouding is dat Iran eigenlijk niet sterk genoeg is voor een open oorlog. Maar wel probeert om de positie in de regio steeds... Ja, maar een open oorlog wordt namelijk een oorlog met de Verenigde Staten. Precies. Nee. Dat is gewoon duidelijk. Dus die lobby is ook zo sterk in de Verenigde Staten. Op het moment dat daar
massaal Israëli's om het leven komen, dan moet Amerika erin. En dan is het hek van de dam. Maar het interessante is dat ze ook niet zo sterk is, die lobby, dat ze helemaal niet willen handelen met Iran. Nee, maar het is dus er is nog een diplomatie aspect over, wat bij Oekraïne lijkt te missen. Ja, dat maakt het wel heel fascinerend. Ja, nee, dus dat is wel heel, heel interessant. En het gaat er natuurlijk allemaal om. En dat is ook het grootste zorg wat mij betreft voor Israël. Ze hebben natuurlijk de PR-oorlog absoluut verloren. Hamas hebben ze niet verslagen. Dat kun je ook niet verslaan. Ze hebben echt al schade toegebracht. Maar is heel erg complex. Ook dat hebben wij volgens mij maanden geleden al besproken. En er wordt ook wel gesuggereerd. Ze willen eigenlijk escaleren omdat die campagne in de Gaza-strook toch uiteindelijk tegenvalt. De onvrede ook onder de bevolking groeit. En een escalatie van het conflict zou voor hen, als ze Amerika erbij kunnen trekken, gunstig kunnen zijn. En dan zouden ze ook Hezbollah kunnen pakken. Maar ja, ik denk dat Amerika, of dat Israël echt een behoorlijke... Ze verschuiven dan in ieder geval van positie van aanvaller en agressor naar slachtoffer. Ben ik een hele... Ze zijn natuurlijk aangevallen op 7 oktober, ja. Maar ze zijn nu, die Gaza-oorlog maakt Israël natuurlijk naar een... Ze zitten nu in de actorrol. Dus deze nieuwe oorlog met Iran, die maakt het dat ze zelf kunnen zeggen, wij worden aangevallen. Ja, we worden bedreigd en dus... zo. Maar ik denk een netto resultaat is toch echt verlies hoor voor Israël. Het is gewoon de sentimenten ook in een merkje, die zijn zo aan het veranderen. En je begrijpt natuurlijk dat ze iets moesten doen, maar ik heb me echt altijd afgevraagd, is dit nou het pad dat je moet gaan volgen? Dat is wat ik altijd hoor. Je moet natuurlijk iets doen. Terwijl ik meteen op 7 oktober, misschien ben ik een simpele ziel, hoor, maar daar sta ik dan ook wel achter. Maar op 7 oktober, er wordt een gruwelijke overval gepleegd op je land. Dan is het, Israël moet nu iets doen. Volgens mij moet je dan rouwen en proberen om op de een of andere manier in een andere toestand te komen met dat andere land. Dat is wat je volgens mij moet doen. Dus als je het dan hebt over een hele imperatief, dat terugslaan. Uiteindelijk is dat toch... De ego van een aantal oude mannetjes die daar aan de macht zitten. Nee, dat is juist helemaal niet waar. Dus je ziet dat ook heel veel van die kolonisten... die dachten van wij zijn gematigd... en we willen met die Palestijnen samenleven. Die zijn allemaal geradicaliseerd nu. Omdat ze zien, het heeft helemaal geen zin. Dat is dus gewoon de desillusie van ze komen hier... en wij zijn een soort verlichte gemeenschap en willen peace. Er zitten daar meer, zeg maar, zoals jij zitten ze erin. Die lopen daar ook, hè? Ja, maar wel met, een trauma dat wat groter is dan het jouwe. Nee. Ik denk wel dat... Nee, maar serieus. Dit duurt al sinds... Sinds wij leven. Ik wou zeggen 48. 40 jaar bezig. Is natuurlijk die hele organisatie daarvoor is natuurlijk... Ging er al heel vooral. Onderschat niet dat vooral die recente geschiedenis heel belangrijk is. Hè? Dus je hebt al 30, 40 jaar lang voortdurend die bommen van Hamas... Voortdurend die angst, altijd mensen met wapens in de bus. Ook dat is van beide kanten. Hè? Ook acties van Israël. Ook dat, het is uiteindelijk, hoe ver je ook... Als jij tot hier teruggaat, dan kan de andere partij tot hier teruggaan. Oh. Maar weet je, tussen de Soenieten en Shiiten wordt het ook maar niet gezellig. Nee. Huh? Dus laten we dat ook niet vergeten. Maar wij gaan wel mee in die logica. Daarom spreek je er toch even op aan. Ik vind dat je een heel afgewogen het schetst. Dus ik wil daar ook niet al te kritisch op zijn. Maar je zegt wel, Israël moet natuurlijk iets doen. En dat is dan toch het punt dat ik denk, dat is het bewustzijn dat dit uiteindelijk laat voortduren. Hè? Ook al word je dan, als je pacifist bent, misschien... Ja, nee, maar kijk, pacifisme, dat kan als een particuliere toestand. Maar als je in een land zit met al die sentimenten, daarom moet Iran dus ook weer terugslaan. Alleen maar om te zorgen dat een deel van je eigen bevolking rustig blijft. En dat is verantwoordingsethiek. Daarbij heb je ook de verantwoordelijkheid te dragen over dat deel wat niet pacifistisch is en wat heel... anders krijg je misschien wel een opstand binnen je eigen land. Dus dat bedoel ik ook. Tuurlijk moet je dan dus iets doen. Een raket als crowd management. Het zijn ook geen lievertjes, hè? Dus het is, je kan... Nee, maar daar zijn we toch volgens mij allemaal over. Ja, ik vind wat dat betreft ook de vergelijking ook wel te maken tussen... Kijk, Israël is ook een heel groot, sterk land. Dus Gaza is gewoon lang getolereerd. Terwijl het westers perspectief is... Mensenrechten, Palestijnse rechten... Ja, dat is allemaal... dat was een tijdelijk theoretische overeenkomst.
Dus die is nu weg. Nu wordt het. Nu staat Gaza heel erg onderdrukt. En Israël is te sterk om daar iets op tegen te doen. Het is bizar. En iedereen die blijft maar benoemen van ja, het is een genocide. Het is het land van Palestijnen. Ja, maar hier speelt ook gewoon de machtsfactor. Israël is zo sterk dat als ze het niet willen, dan verdwijnen al die niet-Israëli daar. Het is een soort Rusland-situatie. Dus we onderschatten dat het imperium daar bestaat. Ja, het is een Israëlisch imperium. Het is helemaal niet heel klein. Dat is een soort, dat ligt maar aan hoe je. Dat heb ik al vaker benadrukt hier. Dat vinden mensen niet leuk. Maar het is een van de meest productieve landen van de wereld. De meest toonaangevende universiteiten zitten er. Jawel. De meeste netwerken in Amerika. Nee, maar ze zitten overal, die Israëli. Voor je gevoel van veiligheid is de grens toch altijd wel heel dichtbij daar, hoor. Nee, maar er is echt. Nederland is ook wat dat betreft een heel groot land. Niet eens zo groot als Israël. Terwijl er meer mensen dan in Israël wonen, volgens mij. Zeker. Het is kwalitatief gezien een heel machtig land. Ja. Met trouwens ook een bijzonder leger enzovoort. Dus het is een imperium. Dus we hebben het hier niet over twee landen met dezelfde aanspraak. Dat is alleen in theorie. In de praktijk gedoogt Israël de aanwezigheid van Gazanen. Ja. Door deze aanslag gedogen ze het niet meer. Ik hou me hard vast. Ik denk dat ze Gaza helemaal leeg trekken. Ja, als dit zo was. En zijn we nog niet op de Westbank. Als dit zo was, dit is zo. Dit is de reality check. Kijk zelf naar de beelden. Ik hoor net aan de andere kant van de tafel, hoor ik zeggen. Zo Hamas versla je niet zo makkelijk. En dat is omdat het. Nee, maar dat zei ik niet. Hamas zal wel voor blijven bestaan. Al zegt het altijd wel vaker hier. Van Hamas is een idee. Zijn geen mensen. Maar die mensen die worden wel het land uitgeduwd. Maar het wordt natuurlijk steeds gevaarlijker met een landen die ook verder moderniseren. Die dus modernere wapens krijgen, sterkere organisatie vormen. Ja. Nee, het is, ik maak me ook wel zorgen over het voortbestaan van Israël, eerlijk gezegd. Dat is, ik denk dat het heel gevaarlijk is. En dat deze ontwikkeling op een bepaalde manier het voor hen gevaarlijker heeft gemaakt in de regio. Dat is, en niemand zit te wachten inderdaad op een oorlog met Israël. Want het heeft een hypermodern leger. De Amerikanen heeft een enorme sterke lobby. Maar ja, er zitten wel een heleboel landen omheen. Tot en met Turkije. Die ook toch militair Israël wel heel veel schade kunnen toebrengen. Weet je wel. En dat zal niet eens, zoals Turkije, niet 1-2-3 gebeuren. Maar Israël moet ook opletten en de haat groeit natuurlijk. En dat is, het is verschrikkelijk eigenlijk. En Amerika zit hier trouwens ook deels aan de knoppen. De Amerikanen moeten eigenlijk gewoon zorgen dat het stopt. Die zijn de enigen die het kunnen. Met het Abraham-akkoord leken we aardig de goede kant op te gaan, hè, onder Trump. Dat was toch. Ik vind wat Ad nu schetst over die aanval van Iran eigenlijk ook wel goed om te horen. Dus dat Amerika daar nog een beetje een deal sluit van op deze manier kunnen jullie oorlog voeren met elkaar. Dat betekent dat ze nog aan wat knoppen zitten in ieder geval. Ja, dat is een mooie manier. Dus die de-escalatie is best mogelijk. Ja. En dat de Israëli dat nu niet doen. Ik ben wat dat betreft wel geschrokken van wat Ad net allemaal vertelt. Want als het zo is dat zij zelf ook doorhebben dat ze onder druk staan. Ja, dan is het eigenlijk. Dan wordt het langzaam een kat in het nauw. Ja, en dat, het is geen kat, het is een imperium in het nauw. Ja, dat is echt heel gevaarlijk. Dus ze zijn echt sterker dan Iran. Maar het zal enorm hoge kosten hebben om Iran te verslaan. Gesteld het escaleert met Hezbollah. Dan denk ik dat Israël uiteindelijk niet voor terugdenkt om tactische nucleaire wapens in te zetten. Totale vernietiging. Hoe vaak lukt het nou om inderdaad dan je te verdedigen en dan vervolgens in een nieuwe fijne toestand van vrede te komen? Dat zien we nu toch al honderden jaren. Na de Holocaust is dat niet meer perspectief. Maar bij Israël heb je natuurlijk wel ook verschillende grote oorlogen gehad waar ze daarna ook, bijvoorbeeld in de laatste tot Egypte, hebben ze wel degelijk een redelijke verstandhouding weten op te bouwen. Ja, maar goed. Wij toch ook met Duitsland? We hebben toch met Duitsland nu ook, hoewel alles wat ze ons hebben aangedaan, hebben we toch ook een redelijke verstandhouding weten op te bouwen? Ja, maar daar hebben we wel tientallen jaren van echte vrede. Ja, en hier heb je tientallen jaren van wederzijds raketjes en kolonisaties en weet ik veel. Wij hebben 3 dagen stand gehouden, wat toch iets anders is als decennia lang elkaar de tent uitvechten. Nou ja, precies. Nee, dat is het punt. Ja. Heren, dit is een. We komen hier niet uit, maar het is wel goed om het te bespreken. Er liggen in ieder geval verschillende invalshoeken op tafel. Moeten we misschien nog vaker doen over Israël praten? Nou, dat lijkt me sowieso net als dat we dat met Oekraïne net doen. Laten we afsluiten toch met iets lokaals. Jelle, jij stuurde er stuurde jij toch iets door. Dat er de verbouwing van het Binnenhof, dus dat is het hele complex rond de Eerste en de Tweede Kamer en de Ridderzaal. En daar is een gigantische verbouwing gaande. De Tweede Kamer vergadert
staat nu ook op een alternatieve plek. Maar deze week kwam het nieuws naar buiten vanuit de verantwoordelijk minister Hugo de Jonge dat die verbouwing veel, veel duurder gaat worden en ook langer gaat duren, waarschijnlijk. Nou, leuk afsluitertje. Ik kan er een paar dingen over zeggen. In 2015 hebben we besloten als land om het Binnenhof te renoveren, wat heel belangrijk is. Het Binnenhof is de plek waar Eerste, Tweede Kamer en de Raad van State zit. Het politieke centrum, al vanaf de middeleeuwen. En het is een heel oud gebouw waar 4000 kamers in totaal lijken te zitten. Ja. De boel staat onder water in de kelders. Het schijnt moeizaam te renoveren zijn, hoewel het al heel oud is. In 2015 was het voor een deel al bekend. Toen werd geraamd op 500 miljoen aan kosten. Iets minder. Bijna 500 miljoen. Ik dacht 479. En nu is duidelijk geworden, minister De Jonge heeft een brief gestuurd. En die zegt, nou, het gaat ongeveer 2 miljard kosten. We leven 9 jaar later. Het gaat ongeveer 2 miljard kosten om het Binnenhof te renoveren. En eigenlijk de journalisten die zijn helemaal begoocheld door De Jonge en zijn secondant Alexander Pechtold. Geen onbekende waar het gaat om cultuur in Nederland. Hij heeft ook Nederland, althans het Rijksmuseum in Amsterdam, die twee schilderijen van Maarten en Oompje van Rembrandt bezorgd. Ook veel te veel voor betaald. Omdat hij er altijd over tette in de media. En toch twee mooie schilderijen. Je kunt je afvragen of we niet op een andere manier onze 17e eeuwse collectie hadden kunnen verrijken. Maar goed, Alexander Pechtold en De Jonge zitten dus bovenop dit dossier. Bovenop de Rijksbouw, op het Rijksbouwbedrijf dacht ik dat je het moet noemen. Rijksbouwdienst. En die vertellen dus nu zo, het is toch niet gelukt. Nou, waarom is het niet gelukt? Omdat de bouw is veel duurder geworden in 10 jaar tijd. Dus de kosten zijn 50% verhoogd. Dus gewoon super harde inflatie in de bouw. Meer nog dan in de supermarkten. En hoewel, volgens mij in mijn supermarkttas is het ook wel 58%. Maar toch, dus dat is al een deel van de verklaring. Maar dan zit je nog niet op 2 miljard. En die andere miljarden die worden een beetje goed gepraat omdat het veiliger zou moeten, omdat het duurzamer zou moeten. Er valt heel veel over te zeggen, maar ik kan kort een paar kritiekpunten noemen. Ik weet wat van business schools en bestuurskundeopleidingen. Daar heb ik jullie altijd meegenomen in mijn onderzoek naar wat mensen op universiteiten leren. En een van de dingen die mij altijd opvalt op bedrijfskunde en bestuurskundeopleidingen is, en dat schoot me nu weer te binnen, is dat het gaat altijd over verkoop en nooit over inkoop. Nee. Niemand leert in Nederland inkopen. Iedereen leert elkaar dingen aan te smeren. Dus marketing, dat is wat we doen. Maar gewoon serieus dingen inkopen. Met jou heb ik al eens een auto gekocht. Was ik ook diep onder de indruk van jouw inkoopskills. Je bent echt iemand die zijn auto goedkoop inkoopt. En dan Rogier dat moet inkopen. Ja. Nee, maar echt serieus. Echt een heel belangrijk ding. Van, wordt er wel serieus aandacht besteed aan inkopen? Want je kan heel makkelijk dingen inkopen. Je kan heel makkelijk ons geld uitgeven. En dat speelt echt bij allerlei instituten. Nou, zeker bij de nieuwe wereld. Bij publieke wereld geldt dat dan helemaal. Het is een eerste ding dus wat mij opviel. Een tweede. Ook bij de nieuwe wereld kopen we te duur in? Is dat nou wat nee, ook bij de nieuwe wereld moeten we opletten. Van ja, we hebben gewoon normale camera's. We kunnen ook de camera's inkopen van €5.000 per stuk. Ja, van 50.000. Bij de NPO zouden werken, zouden we dat waarschijnlijk. Waarschijnlijk ja, maar dat is dat doelmatig gebruik van geld, weet je wel. En het tweede is ook weer die ambitie waar altijd over had. Die ambitie moraal, maar laat ik hier zeggen een soort esthetische ambitie. Ambitie esthetiek. Dus in de verantwoording van Alexander Pechtold en De Jonge wordt ook weer voortdurend benadrukt van het is een uniek gebouw. Het is allemaal anders. Ze zijn dus allemaal tegenslagen. Kijk, strikt organisatiewetenschappelijk of noem het bedrijfskundig is dat gewoon een kul uitspraak. Alle grote projecten zijn moeilijker te managen en er zijn heel veel overeenkomsten. Projectmanagement is een hele serieuze tak van sport. Alle grote dingen hebben logische fouten moeten goed gepland worden. Zijn allemaal ook, ik bedoel, men zegt dan wel van think slow, act fast. Een soort adagium uit die projectmanagementwereld. En bij heel veel grote, het bouwen van een nieuw museum, een nieuw station gaat het goed, maar het gaat ook heel vaak fout. Ook in Nederland. Lelystad Airport. Waarom hebben we, het was niet duidelijk waarom we dat deden. Het is niet goed uitgevoerd. Het kostte veel geld. De hoge snelheidstreinen zijn allebei. Noord-Zuidlijn. Noord-Zuidlijn is allemaal project van Nelly Kroes trouwens. De Rotterdamse haven. Er zitten echt zoveel miljoenen in, miljarden zelfs, in die grote projecten. En heel veel van zijn er mislukt. Bijvoorbeeld die lijn van zeg maar Rotterdam naar Nijmegen waar nooit een trein rijdt. Daar is gewoon een wetenschap die zich daarmee bezig zou moeten houden. En die mensen zouden ook bij de overheid moeten
werken om dus projectmanagement te doen. En je merkt aan alles, zoals Alexander Pechtold erover spreekt, dat hij de nadruk oplegt van het is toch heel mooi dat er een gouden plafonnetje onderuit vandaan komt. Of we weten slechts van 30% van de leidingen waar ze in het gebouw toe dienen. Want op de kaart staat niet waar de andere 70% voor dient. Ja, dat is dus omdat mensen allemaal op een soort niet concrete manier nadenken over zo'n verbouwing. Geen praktisch opgeleide hebben. Echt praktisch opgeleide. Geen mensen die dus rondlopen met een sleutel die overal in kunnen. Die weten waar die leidingen... Ik weet in mijn huis potverdorie ook niet waar alle leidingen en alle snoeren voor bedoeld zijn. Dan denk ik even na. Dan bel ik even jou of mijn schoonvader Ivo. En dan een paar camera erbij. Dan ga ik ontdekken. En dan kom ik er vaak zelf uit. En anders heb ik jullie of andere vrienden die ik bel. En dan denk je even met elkaar na. Oh ja, nu weet ik het. En hier wordt zomaar geconcludeerd. Ja, van 70% weten we het niet eens. Opeens blijkt dat er allemaal asbest in zit. Kost dan ook weer miljoenen, maar Pechtold zet letterlijk op een miljoen wil hij ook niet kijken. Hij wil gewoon op 2 miljard begroten nu, want anders zijn er weer teleurstellingen. Het hele verhaal getuigt gewoon van dat dit op een soort esthetische manier geframed wordt en dat er niet concreet wordt, gewoon business-wise, bestuurskunde-wise geeft een naam, organisatorisch projectmanagement, het faalt gewoon voor mijn gevoel. Ja. En dat iedereen daar in die media ook dan meegaat met camera's erbij en dan gaat rondlopen en dan wijst op het water dat door de gebouwen stroomt en naar die gouden plafonnetjes en die mooie verwarmingen en dan speculeert of misschien Johan van Oldenbarneveld hier nog onder de grond ligt begraven. Ik vind dat dus, dat is een misschatting van het belang van goed management. Het zijn gewoon non-valeur, die man. Hij kan niet waar hij voor op aarde is. Je moet daar iemand, ons land zit vol met technische, handige jongens en die moeten hier verantwoordelijkheid nemen. Mooi. Dus de media moeten zich niet een rat voor ogen... Nee, door de estheten en de... Ik wil hier nog wat tegen inbrengen. Oh, ik denk jij wel afronden. Kom maar op. Een paar laatste woorden. Kijk, ik begrijp Jelle's kritiek helemaal. Dus, hij brengt het met verven. En ik denk ook, hij brengt het met verf ook, chapeau. Dus het klopt ook dat allerlei grote projecten in Nederland dat die uit de hand lopen. Dat is over voor een deel ook gewoon een strategie. Hè? Gewoon een laag bedrag. En als je bezig bent, ja, dan moet je toch verder in publieke middelen. Ja. Of het nou de Noord-Zuidlijn is of inderdaad. Daarom heb je dus goede inkoopmanagers dus nodig. Want maar het is dus ook een tactiek. Maar wat we volgens mij niet moeten doen, is die esthetische boeg. Die esthetische boeg, laat ze het gewoon hartstikke mooi maken. Weet je wel? Het is gewoon een kunstwerk. Dus laat ze het gewoon hartstikke mooi maken. Daar heb ik niet het probleem mee. Het is notabene gewoon de plek waar onze democratie gevierd wordt. Heeft een enorme geschiedenis. Dus laten we niet zoals Nederland zo heel veel van die bouwwerken allemaal zo goedkoop worden gemaakt. Dus ik ben er heel blij dat ze het echt serieus nemen. En laten we het dan gewoon ook als een Rembrandt beschouwen. Want ja, die 2 miljard, weet je. We geven 55 miljard uit per jaar aan Nederland. Aan het onderwijs. 55 miljard. Dus even om het in perspectief te zien. Ja? Ja, nee, waarbij wij de rekenkamer al zeggen, we weten eigenlijk niet waar die miljarden naartoe gaan. Er werken 70.000 mensen meer in het funderend onderwijs. Minstens. Kunt er nog iets meer zijn. En we hebben bijna 200.000 leerlingen minder. En we hebben lerarentekorten. Ja, dus als we ergens geld over de balk smijten, dan is het daar. Dat zie je ook. Ik heb het al vaker gezegd. We hebben 61.000 onderwijsadviseurs. Ja, dat is meer dan het hele lerarentekort bij elkaar. We hebben 40.000 bedrijven binnen het onderwijs. In 2010 nog iets van 5.000-6.000. Dus als we dan toch... uit besparingsoverwegingen doen, dan weet ik nog wel een paar plaatsen waar je geld vandaan kan halen. 5 miljard laten we beginnen met de zorg en de uitkering. Dus die 2 miljard voor iets wat we eeuwen mee moeten. Ja. Hoe ik Jelle begreep was ook niet volgens mij... Het gaat nooit lukken voor 2 miljard, jongens. Het wordt 4 miljard. Ik was ook nog helemaal niet klaar. Dit is nog veel erger dan ik net geschetst heb. Ja. Echt waar. Bijvoorbeeld dus dat er allemaal nieuwe eisen bij zijn gekomen in enkele jaren tijd rond duurzaamheid en veiligheid. Ja. Dus is er weer een compliance officer die heeft gewoon gezegd, ja, het moet allemaal super duurzaam. Dus juist dit gebouw, juist dit zou dan aan alle eisen van duurzaamheid moeten voldoen. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Nee. Je moet compromissen sluiten. Juist dit gebouw zou nog super veilig moeten zijn. Jongens, het is geen stadion. Het is ook van de mensen. De mensen moeten erin. Dus het wordt nooit super veilig. Ja. Dan krijg je een soort mix, waardoor het allemaal nog duurder wordt. Daar ben ik het allemaal mee eens. Maar laten we het wel mooi maken.
Gaan we plafond. Oké, maar daar ben ik het ook aan. Zijn we ook. Ik wilde ja, precies, iets, dat wat ik bedoelde was iets anders. Het is goed dat altijd benadrukt. We moeten vooral inderdaad moet vooral mooi blijven. En herstel dat oude en die gouden muurtjes en zo. Daar ben ik natuurlijk ook helemaal voor. Maar plan het, normaal. Juist. Zet een planner erop. Ja. Niet een kunsthistoricus. Nou, ze kunnen gewoon, jullie kunnen gewoon bellen met Jelle of met mij. Plannen we dat. Oké. Nee, maar jij pleit juist voor de wetenschap hè, van het plannen van organisatie. Ja, nou, we weten gewoon dat hele grote projecten zijn heel moeilijk te doorplannen. Het heeft heel veel te maken met, kun je de juiste mensen krijgen die praktische handkennis hebben. En ondertussen ook die spreadsheets in de gaten houden. En alles van die communicatie van dat Rijksbouwbedrijf, van de jongen, van... Alexander Pechtold, mij gingen gewoon belletjes rinkelen. Hier zijn praters over doen dingen aan het praten. Ja, mooi observatie. En die adviseurs, die zitten daar ook, hè? Nee, want als je gewoon op de NOS-website doorklikt naar de brief van de jongen, hè, doe dat vooral, dan zie je al dus direct aan andere rapporten. En daar, ja hoor, daar komt het aapje uit de mouw. Ja hoor, dat zijn allemaal onafhankelijke adviseurs, die hebben geholpen. Het is allemaal die hele overheid. Waar zijn de vakmensen? Ja, waarom, hoezo bij zo'n aanbesteding iemand inhuren die dat moet gaan beoordelen? Je moet gewoon zelf jongens en meisjes hebben die dat kunnen. Ja, maar ja, die hebben we inmiddels ook anders allemaal geoutsourced. We hebben onze LTS hebben we afgeschaft. Ja. En voor heel veel bouwbedrijven zitten mensen uit Oekraïne of andere delen van Europa. Ja, omdat we ze zelf ook niet meer opleiden. Maar terwijl, terwijl het toch een prestigeproject is, want het lijkt me ook hartstikke gaaf als je daar die 4000 kamers mag herstellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die in de bouw werken denken, nou oké, dat zou ik dan nog een gaaf aspect vinden. Jongens, we gaan eruit. We moeten gaan ophalen. Heel erg bedankt. Ik vond het weer heel erg leerzaam en leuk om met jullie te praten. Naar aanleiding van het nieuws, wij zenden deze week om 9:00 ochtends uit. Nou ja, zenden uit. Het staat vanaf 9:00 ochtends op YouTube. Wij dachten, misschien leuk voor bij het ontbijt op zondag. Ik vergeet nog iets. Weet je af? Ja, nee, de plant. De plant? Ja, Flora. Flora. Flora gaat het huis uit. We hebben een aantal aanbiedingen gekregen. Waarvoor dank. En onze keuze is gevallen op Esther. Oh, wat ga je dan? Waar zit Esther? Is die met de orangerie? Of, Nee. Maar die heeft een hele vriendelijke mail gestuurd. En die orangerie was ook een heel interessante aanbieding. Maar gaat nu naar het Brabantse. Oh, leuk. Nou, hartstikke leuk. Dat was ook een boerderij. Er was ook een kijker die suggereerde niet Flora als naam, maar NPO. Omdat hij op sterf naar dood is en op één kant op leunt. Ja, dat is ook een goeie. NPO, oké. NPO. Nou, goed. Flora is een eervolle naam. Esther, dank dat je hem adopteert. Ja, en veel plezier ermee. We gaan de plant missen, maar er komt ongetwijfeld iets moois voor in de plaats. Mocht u dit een leuke uitzending hebben gevonden, of andere mensen kennen die het leuk vinden, word vooral lid van Petje Af. Het helpt ons en we hebben het nodig. Voor nu, laat ons weten of 9:00 een fijner tijdstip is, want dan kunt u dus al tijdens het ontbijt kijken. We nemen het toch op vrijdag op. Het was zomaar een gedachte. We gaan het proberen. Wat u ervan vindt. Voor nu, bedankt voor het kijken en nog een hele fijne zondag.